Minister Riyad Nur Mohammed van Openbare Werken is niet helemaal tevreden over de prestaties die het ministerie het afgelopen jaar heeft geleverd. De bewindsman gelooft er echter wel in dat het komend jaar veel beter zal uitzien. De belangrijkste reden waarom ik dat zeg is omdat de koers stabiel geworden is. Ik heb afgelopen jaar enorm veel tijd verloren. Ik wil bijna zeggen dat ik het hele jaar verloren heb. Omdat de prijzen constant fluctueerden en we heel veel contracten niet hebben kunnen tekenen. Maar nu de koers stabiel is, dat is het beste recept dat je kan krijgen, dan verwacht ik dat nu alles smooth gaat gaan. En dat wij bijna, ik durf bijna te zeggen, echt 100% rendement zouden kunnen moeten halen. Nur Mohammed vindt het jammer dat de koersschommeling een belemmering voor de werkzaamheden van het ministerie heeft gevormd. De minister geeft verduidelijking hoe de koersschommeling het ministerie heeft beïnvloed en wat de volgende stappen zullen zijn. Door die schommeling krijgen dat mensen niet bereid zijn werken uit te voeren. Dus we hebben heel veel niet kunnen tekenen en heel veel niet kunnen uitvoeren, laat ik dat zo zeggen. Heel veel projecten dan ook niet kunnen uitvoeren, wat jammer is, maar ik heb me te houden aan de wet en de regelgeving. Zo simpel is dat. Het is jammer, dus daarom was de koersstabilisatie een van de belangrijkste eisen van de regering voor het land, want daarmee heb je, ik wil bijna zeggen, 50% van alle problemen in één keer opgelost. De volgende stap is een stuk koopkrachtversterking, zodat iedereen weer kan verdienen en de economie gaat rollen. En zodat wij ook meer projecten kunnen uitvoeren. Aldus minister Riyad Nur Mohammed van Openbare Werken.